NTR. Goedemiddag, welkom bij de Nieuwe Maan. Is iedereen in essentie een racist? Dat is de vraag die Erik de Vroet in zijn theatervoorstelling Race stelt. Acteur Sahil Amaraissa heeft genoeg van alle stereotype rollen als Marokkaanse drugsdealer of terrorist. En wat betekent de overwinning van Trump voor Nederland? Dat bespreek ik met journalist en PVV-kenner Chris Albers, journalist Raja Falgata en PVV-sympathisant en oprichter van het nationalistische platform Nederland Mijn Vaderland, Thomas van Elst. Maar eerst maken we de balans op met advocaat Ulkje Uut, politicoloog Fatia Abdi, Arabist Laila Elswahini en de hoofdredacteur van de moslimkrant Brahim Boersik. Ja, de meeste mensen dachten dat Clinton zou winnen, maar het werd Trump. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. And this is so important to me. I'm reaching out to you for your guidance and your help, so that we can work together and unify our great country. Ja, verzoenende woorden zou ik zeggen. Ulkje, wat, ja, geloof jij hem? President voor alle Amerikanen? Nou, ik denk dat hij nu een beetje aan het nuanceren is. Ik denk dat hij zelf ook een beetje verbaasd is dat hij heeft gewonnen. Ik denk dat hij vooral nu, de afgelopen periode hebben wij zijn racistische, seksistische opmerkingen kunnen horen. Dus dit is gewoon een beetje verdoezeling. Hij weet dat hij moet gaan samenwerken met al die mensen die hij de afgelopen periode heeft beledigd. Dus ik denk dat hij niet gemeend deze woorden aan het zeggen is. Dus gewoon een beetje politiek correct antwoord. Ja, politiek correct antwoord? Ja, politiek correct. Fatia, hoe kijk jij hiernaar? Nou ja, ik was die avond ervoor was ik live aan het volgen in de Melkweg. En ik weet nog dat ik daar rondliep en dacht, oh, ik hoop maar echt dat hij niet gaat winnen. En ik fietste naar huis en toen dacht ik, oké, de kans is groot dat hij gaat winnen. En ik werd wakker en ik werd gewoon letterlijk niet goed. Ik voelde me zo afschuwelijk. En ik denk, mijn eerste reactie daarmee had ook te maken, omdat ik denk meteen aan, nou, wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mijn familie? Maar ook omdat ik had hiervoor in Engeland gewoond tijdens het EU-referendum. Dat was zo heftig, ook met Brexit. En toen dacht ik al, we gaan een nieuw soort van tijdperk in. Dit is niet iets wat eenmalig is. Dit gaat ons echt tekenen voor de komende 10, 20 jaar. En met Trump heb ik dat zeker. Ik denk, ook al zou zijn presidentschap misschien alleen 4 jaar duren, ieder beslissing die hij nu maakt, kan zoveel. Nou ja, als je kijkt naar de Iran-deal, het klimaatverdrag. Als je kijkt naar zijn inzet, wat hij wil gaan doen met illegaal in het land. Toenadering tot Rusland, weet je. Er zijn zoveel dossiers waarvan ik denk, hij kan in zijn eentje zo'n kentering aangeven. Wereldwijd. Ja, en daar maakt hij me gewoon heel erg druk om. Ook over wat het gaat betekenen natuurlijk voor Nederland en de rest van Europa. Ja. Dus, ja. En Leila, ben je al een beetje gewend geraakt? Is het al ingedaald? Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Het is iedere keer zie ik zijn gezicht, dan denk ik, zijn we nog bezig met een campagne? Of hebben we net naar een Hollywoodfilm gekeken? Ja, reality show. Daar is hij ook bekend door geworden. En het lijkt inderdaad net alsof mensen het zien als een reality show. Maar de echte realiteit is toch wel anders. Trump, die moet denken, Amerika is een wereldleider in de hele wereld. Dus hij zegt echt, Amerika first, Amerikanen eerst. Dat snap ik ook wel, maar ja, iedere reactie, bijvoorbeeld banen scheppen in Amerika, dat zijn vaak banen die gevolgen hebben voor andere landen, zoals het Midden-Oosten. De wapenindustrie is heel erg groot in Amerika. Daar zitten heel veel banen. Wil hij daar meer banen maken, dan moet hij dus meer oorlogen maken. Dus ik heb nog steeds. Je houdt je hart vast, eigenlijk. Ja, ik ben echt bezorgd. Brahim, hoe is dat voor jou? Had je het zien aankomen? Dat hebben we al heel veel gehoord in de media, maar had jij het zien aankomen? Nee, ik heb het al eerder gezegd op Radio 1, dat hij dat gewoon echt gaat worden. Ik weet niet waarom, maar die man die heeft gewoon iets dat je gewoon echt verder naast moest zitten. En plus natuurlijk de gehate Clinton. Clinton is gewoon een gehate vrouw. Ook gewoon helemaal niet slim om haar naar voren te schuiven als democraat. Ik ben zelf persoonlijk voor Bernie Sanders altijd geweest. Mm-hmm. Ik ben geen Trump-aanhanger, absoluut niet. Maar ik vind wel dat hij echt een prestatie heeft neergezet waar je best wel u tegen mag zeggen, ondanks dat hij natuurlijk niet mijn kandidaat is. Ik vind nu
de reacties, ook in Nederland, hoe wij nu reageren op Trump, vind ik echt overdreven. Dat meen ik echt oprecht. Hoe reageren we dan, Brahim? Nee, ik vind dat wij gewoon een beetje, als je, ook nu aan deze tafel, met alle respect voor de dames aan deze tafel, maar wij zijn echt een beetje een boze wolf aan het creëren. Terwijl ik denk, joh, de man is aan nog niet eens benoemd. Hij wordt pas gewoon op, volgens mij, 19 of 29 januari, wordt hier geïnstalleerd. Geef de man even de tijd. En we zien wel wat er gaat gebeuren. Maar zoals het nu gaat, heb ik zoiets van... Jeetje, je zult het maar Trump heten. Nou, dat is ook helemaal niet leuk om naar bed te gaan, denk ik. Nou, goh. Ulkje? Nou, daar heb ik geen nou, ik denk, nou, ik heb vandaag gelezen dat de Ku Klux Klan in Amerika feest gaat vieren. Ja. Dat hij heeft gewonnen. Dan denk ik dat we echt wel even bij ons moeten nagaan van... wat voor iemand heeft de presidentverkiezingen gewonnen. En, maar ik geef u in die zin wel gelijk dat we misschien... dat Trump zoveel... media-hets over zich heen heeft gekregen... dat hij daardoor meer in de bescherming is genomen... door de angry white guys in Amerika. Ja. Dat als er niet zoveel hetsen over hem heen was geweest... dan is de vraag van, had hij dan ook zo groot geworden? Ja, dat is weer een tweede vraag. Ik zie jou nee schudden. Nou ja, ik was het ook met jou niet zo heel erg eens. Want ik denk, misschien kun je je niet daarin verplaatsen. Want ik denk, als je vrouw bent en je ziet al die uitspraken bagger eigenlijk... dan ga je je echt wel anders voelen en anders tegenaan kijken. Ook omdat, dat vind ik ook raar, hè. Soms zeggen mensen, ja, maar het is een politicus. Laat hem maar zeggen wat hij wil zeggen. Of het was campagnetijd. Als campagnetijd. Dat vind ik niet. Ik vind als politicus heb je ook een voorbeeldtaak. En zet je op bepaalde normen en waarden ook voor. Bepaalde dingen die je wel of niet kunt zeggen. En het lijkt steeds meer een trend te zijn van ik mag alles maar zeggen. Want dan kom ik authentieker over. Dan kom ik normaal over. Of hoe dat ook mag zijn. En ik vind dat toch echt, ja, ik vind dat toch echt een hele slechte ontwikkeling. En ik denk ook van, Steven, als jong meisje daarnaar kijkt. En dat wordt jouw president. Wat voor effect heeft dat op jou? En als het gaat over de mediabehandeling. Vaak zeggen outsiders. Weet je wel, Jeremy Corbyn zei het in Engeland. Wie is dat? Dat is de partijleider, sorry, van Labour. Maar ook als je kijkt naar Geert Wilders. Er zijn genoeg politici in Nederland die het ook doen. Die zeggen, ja, media hetsen. Ik zie dat niet hoor. Ik denk de media heeft een taak en ook een rol om objectief natuurlijk te rapporteren, te verslag te leggen. Maar ze hebben ook een rol om mensen te bekritiseren als ze dingen gewoon feitelijk niet kloppen. Ja, we gaan hier... heb je een laatste zin. En nu gaan heb je dus zo een ontwikkeling. Verder praten. Waar... Ik wil namelijk even concreet op een punt ingaan. Ja. Een fragment van Trump tijdens zijn campagneperiode. Dat is eigenlijk, het was gedaan met de verzoenende taal. Hij was hier iets minder mild over moslims. There is a great hatred toward Americans by large segments of the Muslim population. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. You have no choice. Ja, Brahim, hoe luister jij hier dan naar? Is dit allemaal geoorloofd, want het is campagnetijd? Ja, kijk, ik vind... Dit is echt specifiek over moslims. Ja, maar ik ben een moslim. Precies. Ja, ik ben ook een moslim. En ik ben geen fan van Donald Trump. Laat het ook alsjeblieft even nog eens een keertje helder duidelijk aan deze tafel maken. Maar maak alsjeblieft eventjes... Het zijn verkiezingen. Hij moet gewoon die verkiezingen winnen. Je gaat niet de verkiezingen om de verkiezingen te verliezen. En volgens mij is het natuurlijk helemaal niet goed wat hij hier zegt. Moet je ook helemaal niet willen accepteren. Een ander punt is hoe de media ook in Amerika met omgaan. Ik heb nog nooit in geen enkel verkiezingen meegemaakt... dat de media gewoon een kant heeft gekozen voor een kandidaat. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Nee, dat is niet waar. De man is gewoon echt gedemoniseerd door de Amerikaanse media. Nee, maar dat is niet waar. Ja. Clinton heeft zoveel bagger over zichzelf gekregen. En ook misogynistisch vond ik dat. Hè? Het was heel erg ook op haar vrouw zijn ook gericht. Ja. Over die e-mails. Hij heeft... 10.000 dingen gezegd waarvan ik denk had de media meer aandacht bij. En wat ik dus eerder wilde zeggen, wat je nu ziet is zo'n trend. Zeker tijdens verkiezingen, zeker publieke omroep zijn heel erg bang om partijdig over te komen. Dus wat doen ze? Ze zetten, nou, jij bent voor, jij bent tegen. En weet je, het maakt niet uit wat je achtergrond is, of je het wel of niet gestudeerd erover hebt. Of überhaupt iets over weet. Als we maar niet partijdig overkomen. En dat was in Engeland was dat gebeurd. En dat is nu in Amerika ook gebeurd. De media te bang waren om te fel Donald Trump aan te pakken. Omdat ze anders overkwamen als een links-liberaal. De media hebben nou gewoon gezegd, wij kiezen de kant van Clinton. Ze hebben zelfs een stemadvies gegeven. Nee, het is een verschil. Je hebt televisie. Je hebt televisie, je hebt geschreven media. Geschreven heeft die een punt. De meeste geschreven kranten, dagbladen. Die hebben gewoon die standpunt. Die hebben een opinie, een commentaar. En dan heb ik het over. Nee, maar het meeste wat meegenomen is. Media waren absoluut niet.
jullie wel, wat jullie toegeven. Nee, maar dat is niet waar. Dat is niet jullie waar. Zeggen de media heeft een kant gekozen. Ja. Ik kan ook wel een anekdote geven. Voor Radio 1 hebben wij een uitzending gemaakt op de dag van de verkiezingen. Pas om 5 uur hadden wij de eerste Trump-stemmers op de radio. Dus dat geeft ook wel aan. Ja. Media, ook de Nederlandse media, heeft misschien eenzijdig een verhaal verteld. Maar als we even ingaan op zijn speech hier over moslims. Uukje, wat denk je dan als hij zo praat over moslims? En even wat nog wel belangrijk is. Hij heeft het een paar dagen geleden ingetrokken op zijn website. En vandaag staat het er weer op, deze teksten. Nou, ik had dus inderdaad gezien dat hij dat terug had getrokken. Maar als je zo kijkt naar hem, dan zie je hem een beetje oplezen. En op een gegeven moment zie je hem fronsen van, wat heb ik nou eigenlijk gezegd? Deze man die doet miljoenen zaken gedaan met heel veel moslims, rijke moslims uit Saudi-Arabië. Er zijn populistische uitspraken die hij aan het doen is. En waar hij denkt ook zo van, weet je, wat heb ik nou in godsnaam gezegd? Maar hij maakt nu vooral gebruik, wat eigenlijk heel de wereld aan het doen is, het ze over de moslims, islamofobie, vooral dat gaan gebruiken om witte stemmen binnen te gaan halen. En op die manier de verkiezingen te gaan winnen. Maar of hij dit juridisch gezien haalbaar kan gaan bekrachtigen, dan denk ik nee. Dit zijn populistische uitspraken, wat hier in Nederland ook gebeurt. Op die manier stemmen te gaan halen. Maar ik vind het schandalig dat hij ook in ieder geval bevolkingsgroepen op deze manier aan het demoniseren is. En dan echt een president die dat op zo'n niveau kan doen. Leila? Ja, ik wilde ook nog zeggen, op het laatst zegt hij, we hebben geen keuze. En dat is gevaarlijk. Dat doen leiders als Assad en Gaddafi, sorry dat ik het zeg, maar die zeggen precies hetzelfde. Het is of ik of de terroristen. Ja. En je hebt wel een keus. En verkiezingen zijn onderdeel van een democratie. Ik vind niet van tijdens de verkiezingen kun je alles maar doen en daarna is het ineens over. Nee, je moet tijdens de verkiezingen als onderdeel van een democratie voorzichtig de wil van het volk niet voorzichtig zijn. Maar je moet wel denken, dit is dus wat het volk wil of wat ik wil dat het volk gaat willen. Dus je manipuleert ze. En ik vind het toch wel het idee van we hebben geen keus. We moeten de ene groep haten om de andere te bevoordelen. Maar buiten de enge groep, er is nog een hele grote groep die stil is. Daar maak ik me meer zorgen over. Nou, die hebben groep Nee, maar er is ook nog een groep dus die welke groep zijn doe gedrag je? Aan het bagatelliseren is. Van ja, maar vrijheid van meningsuiting. Maar dat is voor hem gestemd. Ja, nee. Maar ook die een beetje in de midden zit. Die zegt van ja, maar vrijheid van meningsuiting. Of nee, maar hij bedoelde dat niet zo. Maar wat zijn de gevolgen van die uitspraak? Fatia, jij hebt familie ook in de VS, hè? Ja. Islamitische familie. Zeker. Hoe reageren zij hierop? Nou ja, ik denk dat het hun ook anders is. Want ik heb familie in Atlanta, Minnesota. Ik heb ook best veel trouwens familie in Canada. Die is ook druk maken, joh. Maar ik denk dus voor hun, zij denken toch echt wel na van, wat betekent dit voor mijn positie? Hoe wordt er naar mij gekeken? Als jij je altijd Amerikaan hebt gevoeld, of en zeker in Amerika heb je veel meer dat idee. Als je daar komt, je bent onderdeel van de samenleving, Amerikaan, dan voel je je toch anders. Je gaat anders op straat, je gaat ander soort gesprekken ook voeren met je kinderen. En ik denk, kijk, dat zul je altijd wel hebben als... Zijn ze bang? Ik weet niet of bang het juiste woord is. Ze zijn vooral... onzeker. Ze voelen zich nog onzekerder dan ze al hiervoor voelden. En ik denk dat dat ook iets is wat we echt wel rekening mee moeten houden. Dat hele grote groepen mensen in Amerika ook in die positie zich zullen bevinden. Ja. Leila, jij hebt ook gekeken voor ons hoe er in het Midden-Oosten gereageerd is, hè, op de overwinning van Trump. Ja, vertel. Ja, nou, overdonderd, net als wij waren inderdaad. Er waren ook peilingen gehouden daar. En daaruit bleek, zelfs in landen, toch twee landen, Irak en Egypte, was er een meerderheid voor Trump. Maar in het overgrote deel van de Arabische landen was echt Hillary aan top. Zelfs in Saoedi-Arabië las ik in Al Arabiya dat 68% van de mensen voor Hillary waren. Een vrouw als president, dus dat is bijzonder voor Saoedi-Arabië. Maar het is dus eigenlijk ook raar, omdat niemand eigenlijk weet wat Trump wil doen in het Midden-Oosten. Want hij zegt, ik wil me volledig terugtrekken uit het Midden-Oosten. En hij zegt ook tegelijkertijd, maar ik ga IS aan Flarden bombarderen. Ja. Dus wat wil die? Nou, IS reageerde onmiddellijk heel erg blij. Prima met Trump. Ja, omdat hij polariseert het land zodanig dat het vanzelf uit elkaar valt. En dan kunnen de jihadisten het Witte Huis overnemen. En van Al-Qaeda, het ideologisch brein en Maqdisi, kwam op Twitter eenzelfde reactie. Die zei ook van, Trump, die heethoofd noemde die hem. Die is zo heet gebakerd, die laat vanzelf Amerika wel in elkaar storten. Maar hij heeft ook laten zien dat er dus eigenlijk
een groot deel van de Amerikanen inderdaad enorm racistisch is. Vooral tegen moslims, Arabieren en tegen alles eigenlijk. Ja. En dat hij alleen maar voor zijn eigen gewin gaat. Nou ja, dus best wel heftig. Dat was IS en dat Taliban. Dat was IS, Taliban. Nou, de Taliban die heb je ook nog in Afghanistan. Want Trump had gezegd dat hij inderdaad zich terug wilde trekken uit Afghanistan. Taliban zeggen helemaal prima, dan kunnen wij de boel gaan regelen. En onze eigen regering installeren zonder buitenlandse bemoeienis. Dus die hebben een kantoor in Qatar, dus die hebben ook gereageerd. We zijn het er wel mee eens met Trump, als dat is wat hij gaat doen. Nou, dan hebben we een heel groot conflict Israël-Palestina. Ja. Premier Netanyahu van Israël die heeft echt blij gereageerd. Die zei, Trump is een ware vriend van Israël. En hij heeft de minister van Onderwijs, Naftali Bennett, die is ook de leider van de Zionistische partij, het Joodse Huis. Mm-hmm. Die zit dus in zijn kabinet en die heeft gezegd van blij met Trump, want het betekent het einde van het tijdperk van de Palestijnse staat. Dus hij impliceert annexatie van bezette gebieden. Hiermee met deze uitspraak. Nou, Hamas, de leider. Ook nog. Gaat dit? Ja. Ja, er zijn verschillende partijen. Maar die reageerde van. Het is een grote fout als Trump dus inderdaad Israël groen licht gaat geven hiervoor. Want Israël is niet een ware vriend van Amerika, maar eigenlijk een grote last geworden. Mm-hmm. Nou ja, president Mahmoud Abbas van de Palestijnen. Die zegt, die is veel gematigder. Hij zegt: ik werk samen met welke president dan ook. Dus nu met Trump om voor een twee-staten-oplossing te gaan. Dus nou, dat conflict dat zit nog wel in de lucht. Maar weten we überhaupt. Ja. Dat is toch eigenlijk een beetje het ding. We weten nog helemaal niet wat hij precies gaat doen, hè? Nee, maar goed, dat is die onzekerheid. Ja, dat is die onzekerheid. Dus de algemene reactie onder leiders is toch echt wel van we wachten af. Maar ze hebben natuurlijk wel gefeliciteerd. Dat ging ook via Twitter, want tussen leiders gebeurt dat ook. Trump die gebruikt ook heel veel Twitter. En de premier Abadi van Irak die heeft hem gefeliciteerd van laten we gaan samenwerken zoals we nu al doen tegen in de strijd tegen de jihadisten voor de War on Terror. Maar hij weet ook, Abadi, dat Trump heeft gezegd van als ik president word, dan kom ik de olie van Irak confisceren om daarmee de oorlog die wij Amerikanen in Irak hebben gevoerd weer terug te betalen. Terug te verdienen. Ja, maar dus wat is jouw conclusie? Conclusie is dus eigenlijk dat iedereen het wel erover eens is dat Obama's Midden-Oosten politiek echt spectaculair is mislukt. Hij heeft Syrië, Libië, Jemen, die oorlogen, is onder zijn presidentschap ontstaan. Dus Donald Trump kan alleen maar iets anders doen, en wie weet is dat het bedoel ik dus beter. Nee, kijk, ik ben helemaal niet tegen Clinton, maar ik vond haar dus niet de geweldig en de beste juiste kandidaat. Maar ze heeft gewoon echt een rommeltje gemaakt van het Midden-Oosten afgelopen 5 jaar. Wij klagen en wij huilen allemaal wat er nu in Syrië gebeurt. Dat is onder Obama, onder Clinton gebeurd. Dat gewoon zeggen ze, laat maar gewoon iedereen bombarderen. En dan komt iemand, en ik ben het helemaal niet met hem eens. Maar misschien is het gewoon heel frisse geluid dat hij gaat zeggen, voor je weet je wat, zoek het maar lekker gewoon eventjes uit. Laat die Arabieren het maar een keertje onder elkaar uitvechten. Is ook niet goed. Nee. Is ook niet goed. Maar waar het mij om gaat, ik vind echt dat wij nu gewoon de kans aan die man moeten gaan geven. En ik denk dat er genoeg mechanismen ook in Amerika zijn, dat als hij echt te ver gaat, dat ook gewoon mensen gaan zeggen, en hier gaan we tegen. Ik zie nu ook die demonstraties in Amerika, die gaan dat ook niet allemaal pikken. Dus misschien creëren wij nogmaals een boze wolf die gewoon helemaal niet is. En ik heb zoiets van, joh, laat de man nog in ons benoemd worden, laten we het programma kijken. En dan kunnen we nog altijd in actie komen. En ik denk ook niet dat de EU zomaar gaat accepteren als hij zegt van, ik ga daar maar iets doen in het Midden-Oosten. En aan de andere kant heb je dezelfde Arabieren waar zij het over heeft. Het zijn allemaal rijke Saoedi's die hem gewoon helemaal rijk hebben gemaakt. Geld is money talk. Dus die moet ook wat tegen hem zeggen van, luister. Ja, maar die Arabieren, nee, maar kijk. De rijkste Arabier op dit moment, dat is de mediamagnaat Ibn Talal, die kan hem zo gewoon terugfluiten als hij dat wil. Maar als de Arabieren dat niet willen te doen, moeten wij niet dat hele probleem van Amerika importeren naar Nederland. Okay. Wij hebben onze eigen probleem. We hebben ook onze eigen. Ik moet het hier helaas bij laten. We gaan er niet uitkomen. Ik denk dat iedereen 4 jaar lang alles nauw gaat volgen en dat wij het hier nog vaak over gaan hebben. Laten we eerst benoemen. Tenzij hij best binnen 2 jaar en zegt ik heb er geen zin meer in. Kan ook nog. Wie weet. Het kan allemaal. Ja, er was woensdag bepaald geen juichstemming in Den Haag. Pechtold, Klaver en Samson waren diep teleurgesteld met de zege van Trump. Maar Wilders reageerde juist hoopvol. Het volk is het zat en het volk zal ook Nederland gaan bevrijden. En mijn boodschap is aan al die mensen, kijk, het kan. Als een volk in beweging komt, kunnen we alles met elkaar veranderen. Kunnen we zorgen dat we in Nederland weer een patriotistisch land worden, waar we ook weer opkomen voor onze eigen mensen, onze eigen pensioenen, onze eigen banen, onze eigen veiligheid. Tegen terreur en globalisering, tegen open grenzen. Dat kunnen wij doen. Wat de Amerikanen kunnen, kunnen wij ook. Ja, aangeschoven zijn journalist en PVV-kenner Chris Albert, journalist Raja Falgata en PVV-sympathisant en oprichter van het nationalistische platform Nederland, Mijn Vaderland, Thomas van Elst.
Ja, Thomas, om gelijk met jou te beginnen. Die woorden van Wilders net, hè, dat het een kans is om je stem terug te pakken. Ervaar jij dat ook zo? Ja, absoluut. Dit is natuurlijk een echte doorbraak van je welste. Het is een gigantische overwinning op het politieke establishment, de politieke elites. En dit is absoluut een Brexit plus, plus, plus. En die politieke elites die hebben eigenlijk de afgelopen 40 jaar... hebben ze zo'n gigantische kloof laten ontstaan tussen de burger en de politiek. En met name dan op de thema's van de massa-immigratie, maar ook een deels de mislukte integratie, de denderende Europa-trein. En dat gekoppeld aan sociaal-economische thema's als de verzorgingstaal die wordt afgebroken, geldverslindende ontwikkelingssamenwerking. Ja, je kan heel veel dingen noemen. En dit is juist, dit is een ommekeer, volgens jou. Dit is juist een moment, en ik durf te beweren dat dit juist het moment is waarop we misschien die erkenning daarvoor kunnen krijgen. En vanuit die erkenning dat we juist die polarisatie en die segregatie in Nederland tegen kunnen gaan. En dat we echt op weg kunnen naar een beter Nederland. Oh, je begint gelijk met verzoening. Nee, Chris, jij hebt natuurlijk ook veel onderzoek gedaan naar PVV-stemmers. Zie jij dit ook als een ommekeer? Is dit kans ook voor de PVV? Ik vind eerlijk gezegd echt alle analyses over Trump overdreven. Ik bedoel, laat die man nou eerst eens gaan regeren. Laten we dan eens kijken wat dan het echte programma is. En laten we dan eens kijken of dat echt een ommekeer is. Want ik bedoel, precies die uitspraken die we net hoorden maken over moslims. Dat is nou ongeveer precies. Hè? Dat is precies wat hem controversieel maakt. Maar dat is ook precies wat hij waarschijnlijk niet op die manier gaat uitvoeren. Dus maar dat moeten we toch maar bezien eigenlijk? Dat is precies wat ik zou zeggen. Maar ik zou zeggen, er is reden om zorg. Misschien is er reden om zorg te hebben. Maar je kunt ook zeggen, er is reden om dat te relativeren. Laten we nu eens kijken wat dat nou gaat opleveren. Maar als we het even hebben over Nederland. He, want de woorden van Wilders waren op zijn overwinning: dit kunnen wij ook in Nederland, we pak je stemmen. Ja, hij moet er natuurlijk wel wat van maken. Ik bedoel, kijk, Wilders... Schat jij in dat dit ook een soort van voorspelling gaat zijn dat de PVV heel groot gaat worden? Wij hebben namelijk een peiling, de laatste peiling van Maurice de Hond. Nou ja, peilingen zijn discutabel tegenwoordig. Maar toch, de PVV is net zo groot als de VVD 27 zetels. Ja. Ja, het is een populair geluid, maar dat was natuurlijk vorige week ook al zo. We weten dat 1/6 van de bevolking, ik zou zeggen, sterk tegen immigratie is. Vindt dat de integratie niet goed gaat. Vindt dat Europa te veel is doorgeslagen. Eigenlijk alle dingen die mijn buurman net zei. Dat was 15 jaar geleden met Fortuyn al zo. Dat was 10 jaar of een paar jaar geleden zo. Toen Trots op Nederland. Die stond ook op zo'n soort aantal zetels. Ook hebben ze dat nooit gehaald. Dit is ook het aantal zetels wat de PVV in 2010 haalde. Toen ze op hun hoogtepunt stonden. Dus ja, eigenlijk is het een heel oud. Het is ontzettend oud wat we zien. Okay. Het is al jaren zo. Fatia, wat denk jij? Is dit koor op de molen voor de PVV? Nee, want ik denk niet dat je het één op één kunt plakken wat er in Amerika gebeurt met Nederland. Daar maak ik me niet zozeer druk om. Ik denk wel dat dat Wilders voortdurend eigenlijk zijn eigen partij daarin een beetje overschat. Hè? Ik bedoel, het is nog niet zo lang geleden dat zijn voorlichter en kroonprins, laat ik het zo noemen, met de kassen vandoor ging. En waar in Limburg problemen, het Europees Parlement. Maar goed, jij zegt, je kunt situaties niet één op één plakken. Punt om te noemen. De PVV, volgens mij, heeft haar eigen sores op te lossen. Dus ik vind het altijd grappig dat iemand die zijn eigen partij niet eens kan runnen, denkt dat hij Nederland kan runnen en het ook veel beter kan doen dan andere partijen. Ja, jullie zeggen, het valt wel mee. Dus, wacht even, Ruisje. Wat schat jij in? Die wil het zeggen. Nou ja, ik vind überhaupt een vrij interessant gegeven dat mensen zoals Trump en Wilders überhaupt serieus genomen worden. Nou ja, uit de peilingen blijkt dat wel, helaas. Ik voorspel waarom wel. Waarom vind je dat interessant? Of dat, nou ja, het is makkelijk. Het is makkelijk om in zijn retoriek te trappen. En mensen die daarin trappen, vind ik persoonlijk een vertekend beeld hebben van de realiteit van de samenleving zoals die is. Nee. Ik ben niet voor het bange burgerschap. Of de boze burgerschap, maar dat is wel hoe Wilders en Trump zeg maar politiek bedrijven. Ik vind dat gevaarlijk. Ik vind dat verdeeldheid creëren. Verdeeldheid waar volgens mij jullie niet voor staan, als ik jullie zo hoor. Zeker. De verbinding, ik vraag me af hoe jullie dat dan willen bewerkstelligen. Dus in die zin, mij werd de vraag gesteld, ben jij nu bang? Mm-hmm. Hè? Door Trump en door de peilingen van de PVV? Nee, ik ben bewust. Ik ben bewuster geworden. Ik ben een bewuste burger. En ik hoop oprecht dat Waar ben je dan bewust van? Nou ja, bewuster van het feit dat dit straks onze realiteit is. Fatia zei het net ook al heel mooi. Dit is onze realiteit voor de komende 10, 20 of misschien wel langer qua jaren. Daarin kun je
op verschillende manieren kun je daarop reageren. En ik kies ervoor om bewust te reageren door mij te focussen op mijn culturele identiteit. Dat ik daar trots op ben, dat het een verrijking is voor de samenleving. En dat ik op mijn manier, samen met andere mensen die geloven in verbinding... Ja. En dat is misschien een vies woord voor heel veel mensen. Maar ik geloof dat die generatie, wij moeten het verschil gaan maken. Ah ja, ben ik ik geloof oprecht, nog één puntje. Ik geloof oprecht dat wij ons verhaal moeten gaan vertellen. Onze narrative van deze generatie gaat het antwoord zijn op mensen zoals Wilders. Maar laten we dan in plaats van de argumenten over en weer, de tegenargumenten, want daar gaan we toch niet uitkomen. En het PVV-bashje, daar hebben we ook niet zoveel aan. Nou, bashje is gewoon fijn, toch? Nee, maar laten we dan eens proberen elkaar te vinden in die inhoudelijke discussie en een beetje toenadering te zoeken. Want ik denk dat dat de enige manier is. Verbinden, Thomas, zoals jij dat Thomas, noemt. Waar moet dan een inhoudelijke discussie over? De inhoudelijke discussie moet gaan over de erkenning van de problemen die er zijn in Nederland. Als je kijkt naar de grote steden, als je kijkt dat de allochtone bevolking daar de overhand neemt. Ik denk dat dat segregatie en polarisatie alleen maar zal toenemen daardoor. Dus ik zou willen pleiten... Welke problemen dat zijn? Nou ja, dat zijn puur de problemen, de culturele problemen die we met de islam hebben en met de integratie als het gaat over vrouwenemancipatie, homo-emancipatie, maar ook sociaal-economische klassenproblemen, dat vaak deze mensen in de onderklasse terechtkomen. En ik ben juist voor om te zorgen dat we die mensen uit de onderklasse gaan trekken. Alleen dan moeten we rigoureuze maatregelen nemen. Okay, laten we even eerst die probleemanalyse. Chris, jij weet ook wat PVV'ers willen. Thomas is natuurlijk één stem. Ja, ik weet niet. Het probleem is natuurlijk dat de PVV... Kijk, we praten hier heel erg over de PVV-stemmer, alsof er één soort PVV-stemmer is. En dat is niet zo. Ik bedoel, het punt is wel van de problemen die je noemt zijn allemaal terecht. Onwaar, maar dat interesseert die PVV-stemmer helemaal niet. Want die weten ook heel goed. Nee, daar ben ik me bewust van. Maar het is meer als mensen zeggen van... Is de kans mogelijk Geert Wils gaat regeren? Ik zei, ik denk niet dat u überhaupt gaat regeren. Wacht eventjes. Ik wil het hebben over die probleemanalyse. De punten die Thomas nu aanhaalt. Je hebt het over wat er in de steden gebeurt. Migratie, segregatie, polarisatie. En jij zegt de religie... Of dat heb ik je niet eens horen zeggen. Maar het verhaal van Wilders is natuurlijk... islam is het grootste probleem. Klopt. Het belangrijkste thema is de-islamisering. Ja, daar ben ik dat de-islamisering verhaal, daar ben ik het dus niet mee eens. Omdat ik denk wel dat we het samen moeten doen. Alleen, nogmaals, het gaat om de erkenning van die problemen. En zowel de politieke elites. Dat die erkenning er niet die erkenning van, kijk, 15 jaar geleden, Chris haalde het net al heel eventjes aan... was er sprake van Pim Fortuyn. We hebben ontzettend veel van hem geleerd. We hebben helemaal niks van hem geleerd. En nu... Trump, deze overwinning, schudt het establishment opnieuw wakker. En dit is mogelijk een kans voor ons. Maar wat voor oplossingen heeft Wilders straks? Wat voor oplossingen heeft Wilders straks? Laten we bijvoorbeeld Trump en Wilders is, die hebben beide bijvoorbeeld eenzelfde oplossing. Laten we het hebben over de grenzen dicht. Op het moment dat wij bijvoorbeeld de grenzen dicht doen en zeggen wij erkennen onze problemen. Wij hebben problemen en wat we gaan doen, de grenzen dicht doen, zodat we de problemen met elkaar gaan oplossen. Dat we gaan integreren, dat we gaan samenleven met elkaar, bij elkaar gaan leven. Dat geeft al zoveel geruststelling bij de mensen, de autochtone bevolking, dat we denken van, hey, er gebeurt iets en we gaan nu de goede kant op met elkaar. Dat is een mooi begin. Mag ik even zeggen? Ja, ik vind het ook gewoon grappig dat je het ook heet hebt over de autochtone of oogtone bevolking. Ik woon zelf in het Westerpark. Ik denk dat mijn buren noemen mij gewoon Fatia. Ik noem me gewoon Frans, noem maar wat op. Dus ik denk dat we zo naar elkaar kijken. Geert Wilders draagt wel allemaal oplossingen aan, zeggen. Maar die oplossingen zijn altijd voor problemen die volgens mij helemaal niet zo simpel zijn zoals hij die zich voordoet doen. En ik denk als het gaat over de PVV-stemmer, weet je, dat ben ik heel erg met jou eens, Chris, dat is niet één PVV-stemmer. Ik denk dat er echt wel genoeg reden is in Nederland om je disconnected, gaan we zeggen, gewoon afzijdig te voelen van de politiek. En ik denk dat daar echt wel dat daar een groot probleem ligt. Maar ik denk dat als het gaat over PVV en Geert Wilders. Ik denk niet dat zij de oplossing zijn, maar ik denk dat zij wel in ons politiek stelsel voor de komende tijd echt wel nog zullen bestaan. Puur omdat mensen een stem moeten kunnen doen om zich af te zetten en te zeggen... Ja, maar het gaat absoluut niet. Ik heb echt bezwaar tegen het idee dat het alleen maar gaat om afzetten. Nee, maar niet afzetten niet op die manier. Maar niet afzetten, ik bedoel meer te zeggen van dat ze voelen het gaat me niet snel genoeg. De oplossing daar gaat me niet goed genoeg. Het gaat gewoon over het hele islamverhaal. Dat is ongeveer hetgene wat bijvoorbeeld een hele hoop PVV-stemmers die ik spreek het minst aanspreekt. Maar het is wel zijn belangrijkste thema. Ja, zaterdag weer. Er is altijd een vertaling. Ja, maar je hebt een politieke vertaling en wat mensen, wat Wilders daarvan maakt en wat mensen voelen in wijken. En wat ik vind is
En dat vindt, maar wacht vindt even, ik ben je nou even kwijt. Zeg nog, haar nog eens een keer. Wilders maakt, die heeft een verhaal, een visie op hoe het met Nederland verder moet en hoe het met het Westen verder moet. En dan krijg je het verhaal over, we moeten de-islamiseren, et cetera. De vraag is, is dat nou het verhaal wat bij al die PVV-stemmers, of bij veel PVV-stemmers, tussen hun hoge positie... Dat is niet zo. Dit gaat over, het gaat in de eerste plaats over hele praktische dingen waar mensen in hun dagelijks leven tegenaan lopen. En dan noem ik even gewoon... Marokkaanse jongeren voor je deur die overlast veroorzaken. Nee, en het gaat er niet om dat dat voor alle PVV-stemmers geldt. Er zijn mensen waarvoor dat echt een probleem is. En die mensen hebben bij traditionele partijen geen mogelijkheid om dat te adresseren. Die kunnen alleen naar deze man toe. Dus ik zou zeggen... Luister naar iedereen die in dit land is. Er is veel diversiteit. Sommige mensen ervaren geen problemen. Andere mensen ervaren heel veel problemen. Die problemen zijn over heel divers. En als je dan naar Nederland kijkt, dan wordt toch gedaan... als jij in een oude wijk woont en er is een structureel overlastprobleem. Bijvoorbeeld van Marokkaanse jongeren of van wie dan ook. Want anders dat wordt elke keer gezegd wordt... ja, maar eigenlijk is dat toch een beetje... dat mag je toch eigenlijk niet zeggen. Chris, jij bent van Post Online, hè? Dus in die zin... objectiviteit vind ik persoonlijk vanuit TPO ver te zoeken. Ik vind dat, als Wilders, dat weet ik niet, dat is een mening... maar ik vind dat Wilders zich heeft geprofileerd op zijn anti-islam, anti-moslim retoriek. Mensen die hebben daarop gestemd. Juist om die reden is hij groot geworden. Dat beeld is vertekend. Waar baseert hij zich op? Op wat voor feiten? Tuurlijk, wij benoemen de problematieken vanuit de eigen gemeenschap al decennia lang. Ja. Dus het is ook niet zo dat we ze ontkennen. Alleen het feit dat mensen stemmen op iets waarvan ze het bredere spectrum niet kennen, is een gevaar. Los dus... daarvan, inherent daaraan, en dan maak ik mijn punt af en dan mag jij... inherent daaraan zijn er dus media die focussen op dat soort extreme uitspraken. Vervolgens wordt Wilders groter en is het effect van zijn mediastrategie... Dat kan hij niet doen als de onderliggende problemen helemaal niet bestaan. Ik vind de rol van de TPO en andere media-outlets... die hebben daar gewoon... De NPO stuurt bij Pauw alleen Clinton-aanhangers. Nee, dit gaat voor mij niet over de media. Kijk, mensen die beginnen door te zien dat een programma als De Wereld Draait Door... en Pauw, dat ze daar niet verder mee komen. En die kijken daar doorheen. En dan ga je precies hetzelfde krijgen wat er in Amerika op een gegeven moment ook gebeurd is. En wat ik jammer vind, toch aan dit gesprek weer... is dat we niet helemaal op de inhoud ingaan. Want wat ik aan jou bijvoorbeeld wil vragen... is van welke problemen zie jij in Nederland... en welke oplossingen zie jij dan voor om segregatie en polarisatie tegen? Waar kunnen wij elkaar vinden? Een mooie uitnodiging. Ik vind het een hele mooie uitnodiging. Ik zie genoeg problemen in Nederland. Als ik kijk bijvoorbeeld naar toegang tot publieke voorzieningen... vind ik dat echt een groot probleem. Ook als ik kijk naar hoe de overheid naar de burgers kijkt. Vanuit een heel wantrouwende idee. Veel regels die totaal niet werken, maar ook bepaalde soorten modernisering. Dat ik denk, ik weet niet of dat de meeste mensen daarin mee kunnen komen. Maar gewoon iets heel simpels, hè? Zo de belastingdienst. Ik wil dit punt wel maken. Het belangrijkste zoiets als bijvoorbeeld zo'n belastingdienst, dat het nu online allemaal is. De meeste mensen kunnen met hun eigen post niet eens aan de gang. Weet je, dat soort dingen allemaal, dat je niet je weg weet te vinden met de overheid, met instituties, dat je problemen niet makkelijk kunt oplossen, dat je nergens wat heeft dit met polarisatie en segregatie te maken? Nee, maar ik vind het een belangrijk punt, omdat ik vind heel vaak, en dat heb ik bij PVV-stemmers, bij meer mensen, dat ze een soort van karikatuur doen van die mensen, waarom ze hier op stemmen PVV. Het zit veel dieper. Het gaat niet alleen om, oh, iemand in de buurt praat niet Nederlands, maar het gaat ook om hun dagelijkse, zullen we zeggen, struggles, waar ze mee zitten, en waar ze geen antwoord op vinden, en waar ze gevoel hebben van, wat is mijn relevantie hierin? En wat is mijn relevantie in de Nederlandse samenleving, en hoe ver kan ik verder komen? Maar daar heb jij het niet over. Je hebt het alleen maar over... Het gaat over allebei, soort van blind gestaarde, ik heb het over hoe komen we gezamenlijk verder. En ik stel jou een vraag en je reageert totaal niet. Jawel, ik geef je mijn mening. Dus misschien had ik aan jou de vraag kunnen stellen, excuus. Het is niet concreet. En ik vind het een lastige discussie, omdat die juist heel breed is. En ik vind dat de oplossing zit hem in juist in het gesprek met elkaar blijven aangaan. Ik kan jou niet overtuigen van mijn overtuiging en vice versa. Ik vind wel dat wij de verantwoordelijkheid ook moeten neerleggen bij... niet alleen bij de politiek, maar nogmaals, en ik ben een mediavrouw, dus ik maak die link ook naar de media en de journalistiek. Die hebben Trump en een Geert Wilders groter gemaakt dan dat ze eigenlijk zijn, waardoor mensen echt oprecht geloven dat het frame waar zij in geloven, dat dat de werkelijkheid dat is. Dat geloven maar, die PVV-stemmers juist niet. Eén ding. PVV helemaal niet zo goed. Nee, maar
Even één vraag. In het AD. Jullie hebben het hier over media. In het AD, afgelopen zaterdag, waar Wilders ongeveer alleen maar zijn verhaaltje... hij laat zich alleen maar door het AD-interview ongeveer. Daar heeft hij een toelichting gegeven op zijn A4'tje, zijn partijprogramma. Hij zegt daar, het belangrijkste thema voor mij is de-islamisering. Ja. Jullie zeggen, dat is niet wat de stemmers willen. De stemmers van het is een heel groot... Nee, maar waarom zou hij anders die retoriek aanslaan? Dat omdat de-islamisering zijn belangrijkste... Maar maak nou eens niet de fout te denken dat als Wilders iets in de media zegt... dat dan al die aanhangers daar totaal hersenloos achteraan lopen. Het punt is dat kritiek op Europa, op de multiculturele samenleving, op de islam... dat zijn allemaal verschillende thema's, ze overlappen voor een deel. En al die burgers kunnen met name bij de PVV terecht en niet... bij het CDA, bij de VVD, et cetera. Nou ja, dat is hoe jij het formuleert, maar ik zou gewoon zeggen... als ik, en dat heb ik niet, maar als ik heel erg zou vinden... dat de islam het westerse halfrond overneemt... dan kan ik alleen bij de PVV terecht. Want bij andere partijen krijg ik daar niet eens een gesprek over. Dus daar raak ik wel aan wat jij volgens mij net zei. Namelijk, voelen mensen zich in Nederland gehoord? Voelen ze dat ze een bijdrage kunnen leveren? Mm-hmm. En mensen die een mening hebben die dan buiten het gebaande pad valt... dan wordt toch heel snel geroepen van... ja, maar ja, je bent van de PVV. Hou jij maar lekker je mond dicht. Nee, het zijn gewoon burgers van dit land. Die hebben het recht om daar iets over te vinden. Ja, en er wordt te weinig... Met een vertekend beeld van de realiteit. Nogmaals, Wilders die schetst het hele plaatje niet. En hij komt niet met oplossingen. Laatste woorden voor Thomas. Het is de werkelijkheid. Het is, wat voor argument heb jij dan als het gaat om verbinding? Wat heeft Geert Wilders als... We gaan het hier niet oplossen. Maar, nee, maar 80% van die PVV-stemmers... die ziet gewoon een samenleving waar ook de islam in past. En ik zie ook islamitische buren voor mij, maar dan wel met die geëmancipeerde vrouw. Dan wel een gezin wat mijn homoseksualiteit accepteert. Dan wel een gezin waarbij de jongens of de meisjes niet naar een zwarte school hoeven... niet met een onderwijsachterstand van school komen. En dan als ze geslaagd zijn, niet die Turkse vlag buiten hangen... maar die Nederlandse vlag buiten hangen. En dat is mijn Nederland en dat is waar wij naartoe moeten. Dus je zou eigenlijk alles wat culturele normen en waarden zijn... voor die Nederlander met de migranten... de achtergrond moet je eigenlijk van boord gooien om onderdeel te zijn van de samenleving. Behoud van de eigen cultuur, sociaal-culturele eenheid waar ook islam in past. Dat vind ik dus makkelijk. Ik ga het hierbij laten. Dank jullie wel voor dit gesprek. Ja. En ik zou zeggen, we moeten dit wat vaker doen. Dus jullie zijn van harte welkom. Een Duits Saoedisch meisje miste een emoji van een vrouw met een hoofddoek op haar telefoon. Of dat er gaat komen, moeten we afwachten. Poldernomade Emiel Andel ging op onderzoek uit of mensen zich wel herkennen in de bestaande emojis. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Duurt het nou zo lang om antwoord te geven? Ja, ik wil je een duimpje sturen, maar mijn huidskleur die zit er niet tussen. Gebruikt u ook icoontjes bij WhatsApp? Ja, klopt. Wat voor icoontjes gebruikt u vaak? Alles. Het ligt eraan bij wie het is hoor. Als het een meisje is, is het anders. Als het een jongen is, is het gewoon anders. Welke emoties gebruik je altijd? De glimlachende emoties gebruik ik altijd. Sommige dingen hoef je niet meteen uit te typen. Met een icoontje zeg je al genoeg. Zoals haartjes, ogen en zo zeg je al genoeg. Lilian, wat is een emoji? Je zou zeggen dat het iets te maken heeft met emoties, maar dat is eigenlijk een Japans woord voor beeldkarakter. Dus een beeldletter. Is de diversiteit ook toegenomen de laatste jaren als het gaat om emojis? Zeker. Ze gaan steeds meer op mensen lijken en daarom willen gebruikers ook dat ze op hun gaan lijken. Zoals onlangs was er een meisje die uit Duitsland die zelf een hoofddoek droeg en dacht ik mis nog een hoofddoek emoji. Vrouwen met hoofddoek, zie je die er ook tussen? Nee, helaas niet. Nou, dan moet je wel een islamitische vrouw iets schrijven om het te gebruiken. Ik denk dat ze poppetjes zijn er niet. Ik denk wel dat daar best wel interesse naar is, om eerlijk te zijn. Ja, hoort er ook bij. Zoals het is, had je geen bruine mensen, zeg maar. Is het nu ook normaal om een meisje met een hijab te hebben? Dan heb je alle soorten rassen, toch? Sinds wanneer kun je een emoji met een huidskleur kiezen? Een paar jaar geleden is Miley Cyrus op Twitter een actie gestart. Uiteindelijk heeft het nog wel anderhalf jaar geduurd voordat ze echt toegevoegd worden. Gebruik je ook wel eens duimpjes? Ja. Wat voor kleur hebben die duimpjes? Gewoon normale. Wat is normaal? De normale huidskleur, zeg maar. Ik kijk echt naar mijn huidskleren en dan ga ik kijken wat kleuren ze daar die dingen hebben op de app. Mijn zijn bruin. Ja.
En je Picobello logo? Alle icoontjes die met lichaam te maken hebben, zijn bij mij bruin. Zijn er ook emoties die je op meerdere manieren kunt interpreteren? Ja, zeker. Ja, ja, de persiek is daar een goed voorbeeld van. In het emoji-lexicon ontbreken toch een aantal onderwerpen. Er is weinig geweld, er zit geen seks in. En daar hebben mensen toch behoefte aan. Dus daarom gaan ze andere betekenissen geven aan de bestaande symbolen. Wat zien mensen dan in de persiek? Willen. Had ik zelf nog niet gezien. Mijn oma zelfs wel. Ja. Ja, wij gaan het hebben over theater en racisme. Acteur Sahil Amaraissa vertelt zo in zijn column hoe het is om steeds maar weer stereotype rollen te krijgen. En Erik de Vroet, de nieuwe artistiek leider en regisseur van het Nationale Toneel in Den Haag, maakte de voorstelling Race over racisme. Denkt u dat zwarte mensen dom zijn? Typhoon werd van de weg gehaald vanwege zijn huidskleur, maar de politie ontkent dat er een structureel probleem is. We hebben allemaal onze vooroordelen. Kleur is het meest explosieve onderwerp in onze geschiedenis. Dat is het. Sylvana Simons doet aangifte van racisme. Zal ik u wat over witte mensen vertellen? Ja, Erik, welkom. Dankjewel. Ja, dit is jouw eerste stuk hè, als nieuw artistiek leider van het Nationale Toneel, Race. Jazeker. Kun je iets meer toelichten waar het over gaat? Ja, Race gaat over een advocatenkantoor. Daar komt op een dag een Amerikaans advocatenkantoor. Daar komt op een dag een rijke witte zakenman, Charles Strickland, komt daar binnen. En die heeft een groot probleem, namelijk want hij wordt ervan beschuldigd een zwarte vrouw te hebben verkracht. En hij wordt in de media al helemaal berecht als racist en seksist en verkrachter. Maar hij beweert onschuldig te zijn. Hij komt met het advocatenkantoor, niet toevallig daar, omdat daar een witte en een zwarte advocaat werken. Jack en Henry. En ook nog een zwarte advocaat in opleiding, een stagiaire. En hij komt daar dus om zich te laten verdedigen door die zwarte advocaat met name. Mm-hmm. Maar die advocaten concluderen al vrij snel dat dit een verloren zaak is, omdat de man waarschijnlijk toch wel gewoon schuldig is. In ieder geval ook op straat al helemaal als schuldig wordt gezien. Mm-hmm. Toch raken zij op één manier in die zaak verstrengeld. Door een fout eigenlijk van de zwarte stagiaire. Wat later misschien opzet blijkt te zijn geweest. Maar zij komen toch aan die zaak te vast te zitten. En zij moeten op één manier een uitweg vinden om deze man, die dus ja, te boek staat als grote racist, toch te gaan verdedigen. Tegen hun eigen hard in eigenlijk, zeg maar zeggen. Mm-hmm, mm-hmm. En er ontstaat dus op het advocatenkantoor natuurlijk in eerste instantie een hele heftige discussie over het al dan niet racistische karakter van deze zaak. Maar vervolgens ook over de eigenlijk het onbewuste racistische drijfveren in de advocatenkantoor zelf. Ja, dus, en de vraag wordt eigenlijk ook opgeworpen door de oorspronkelijke schrijver, hè? David Mamet. Ja, dat iedereen een racist is. Ja. Kun je dat uitleggen? Ja, kijk, het stuk. Het is een Amerikaans stuk. Het is in 2009 geschreven. Ik heb het ook speciaal gekozen, natuurlijk wel om in het licht van de Zwarte Piet-discussie het hier over dit onderwerp juist te gaan hebben, ook op toneel. En juist een Amerikaans stuk gekozen omdat ze daar volgens mij net een tikje verder zijn. Niet beter misschien zijn, maar wel een tikje verder in die discussie. Ik denk dat ze sinds de jaren 60, sinds de hele burgerrechtenstrijd, daar al zoveel over racisme hebben gepraat en zo daarmee hebben geworsteld. Mm-hmm. Dat dus ook wel gewoon de erkenning dat racisme in ieder mens wel leeft, misschien in min of meerdere mate, voordelen in iedere mens leven, ook in mij, dat de kleurenblindheid die bestaat, die erkenning is er in ieder geval wel. Ja. Ik vind dat zo vaak dat wij hier in Nederland nog zo blijven steken van, ja, is het nou wel of niet racistisch wat ik nu denk? Is Zwarte Piet wel of niet racistisch? Het blijft een beetje op dat beginpunt steeds hangen. Ja, dus ik denk dat Mehmet eigenlijk verder is, en de Amerikanen in die zin ook. Ik wil die vraag wel even van iedereen voorleggen. Fatia, denk je dat iedereen in essentie racist is? Nee, dat denk ik niet zozeer. Dat denk jij niet? Nee, dat denk ik niet zozeer, nee. Sahil? Ja, onbewust wel. Ja? Denk ik wel. Thomas? Ja, daar geloof ik ook zeker in. We hebben natuurlijk bloedlijnen tot een paar eeuwen terug. En toen zat de wereld heel anders in elkaar. Dus zeker. Toen was het allemaal een stuk primitiever. En was racisme volgens mij wel meer gebruikelijk. En kwam het veel meer voor. Openlijker. Openlijker, dus ik denk het ook wel, ja. Ik denk het ook. Kijk, want, is iedereen een racist? Dat is gelijk zo'n woord of zo. Mm-hmm. Maar leven racistische gevoelens, leven vooroordelen in ieder mens? Ik denk dat eigenlijk dat wel waar is. En ook, precies, ja. En ook dat toch ook, en dat hebben ook verschillende onderzoeken aangetoond, mm-hmm. ook mm-hmm. een donkere huid, een andere zwart haar, dat roept bij veel mensen in eerste instantie een primair ook een
een spannende reactie op. Er is een verschil. Je hoeft natuurlijk geen racistische persoon te zijn, maar je kan wel racistische gedachten hebben. Precies. Ja. Ja. En vervolgens is natuurlijk heel erg de vraag, en die vraag stelt Mehmet vooral in het stuk in Race. Hoe dealen we daarmee? Hoe gaan we daarmee om? Ja. Hoe bewust ben je daarvan? En kunnen we er misschien ook in de maatschappij daarmee dealen? Ja. En wat is dan... Hoe moeten we daarmee dealen dan? Mehmet vervolgens ook in het stuk, en dat is ook zo interessant. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen. Hij wil maar zeggen, niet dat het over Zwarte Piet gaat, maar een roetpiet hier en daar, dat is niet de oplossing meteen. Het is niet zo dat we van die discussie af zijn. Het is net wat er hier ook net aan tafel werd geconstateerd. Die discussie gaan we nog heel lang voeren. De komende decennia gaan we die voeren. Mm-hmm. En ook met een beetje positieve discriminatiebeleid zijn we er ook niet. In dit stuk is ook de zwarte stagiaire in opleiding is eigenlijk het resultaat van positief discriminatiebeleid van het kantoor en van haar opleiding ook. En eigenlijk heeft dat weer een onbewust nieuw soort racisme opgeroepen in het bedrijf. En dat maakt het heel ingewikkeld. Ja, dus de oplossing, ja, die hoor ik nog niet. Nee. En hoe heb je dan geluisterd net naar die twee gesprekken die we hier aan tafel hadden over Trump, over de gevolgen voor Nederland? Ja, ook daarin denk ik ook van, en dan kijk ik ook naar mijn overbuurman die zelf net erkende dat er ook racisme in ieder mens bestaat, dat ook bij de PVV-stemmers en ook bij de bezoekers van jouw website ook racisme een hele grote rol speelt. En er wordt steeds maar ontkend, en dat vind ik eigenlijk zo kinderachtig en vermoeiend. Ja. Kom daar gewoon eens vooruit dat het gewoon een rol speelt. Laatste gedeelte gaf ik aan dat ik juist denk dat een heel groot deel, het allergrootste deel van de PV-stemmers niet racistisch is, maar gewoon problemen heeft. En als je over mijn site begint. Ik kan niet ontkennen dat het een polariserende kracht is, maar je kan je afvragen of bepaalde racistische reacties die verwerkelijk en abject zijn en die wij ook absoluut proberen te verwijderen, je kan je afvragen of dat niet een hele primitieve reactie is op echte zorgen, of dat het echt puur racistisch is. Dat vind ik een heel interessant vraagstuk waar ik zelf nog niet achter... Nee, Sahil? Ja, de reactie zelf is al racistisch. Kijk, we hadden eerder al een gesprek, want je wil de westerse normen en waarden behouden. Daar hadden we het eerder over, toch? Mm-hmm. De westerse normen en waarden, daar gaat het jullie over. Maar ik heb ook wel eens jullie website bezocht, namens spijt. Maar goed, en daar lees ik dan dingen zoals kanker, Marokkanen, allemaal terug naar Afrika, soort dingen. Op dat woord zit een filter, maar ik snap precies wat je bedoelt. Maar is dat dan, zijn dat dan de Nederlandse normen en waarden die we moeten nastreven? Nee. Ik zeg, daarom geef ik ook aan, dat zijn primitieve reacties. En dan is de vraag, is dat racistisch? Of zijn het primitieve reacties van mensen met zorgen die het niet op andere manier kunnen uiten. Buiten het feit dat ze vreselijk zijn en abject zijn en dat we dat absoluut niet moeten willen. Dus daar sta ik helemaal aan jouw kant. Maar net alsof, kijk je met zoveel zorgvuldigheid kijk je naar die mensen die stukken schrijven. PVV-stemmers worden net opgeroepen, 15 jaar, van moeten we niet beter naar die mensen luisteren en moeten we hun zorgen niet serieus nemen? Dat is al 15 jaar aan de hand. 15 jaar wordt er alleen maar geluisterd naar die kiezers. En andersom gebeurt het zo weinig. Die mensen, empathie eigenlijk voor juist... Ik vind dat jouw achterban zo weinig empathie probeert op te brengen voor de andere kant. Ja, ik denk dat die wel bij steekt, maar wachten, jongens, want het wordt nu 3-1. Dat vind ik niet eerlijk. En bovendien moeten wij ook gewoon door. En volgens mij, mijn conclusie is dat we dit gewoon veel vaker moeten doen. Dus ik hoop dat er naast jou, Thomas, nog meer mensen bij ons aan tafel willen komen zitten. Nee, in die zin wil ik ook Thomas graag uitnodigen voor... Ik wil graag met hem in gesprek voor research voor mijn volgende voorstelling. Oké. Wil godsnaam weten wat die jongen beweegt. Oké. Even naar Sahil, want jij bent presentator, maar ook acteur. En jij hebt behoorlijk wat... jij wil wat vertellen over jouw audities, toch? Moet je dat nog inleiden? Of zeg je van, ik ga gewoon staan en dan is het duidelijk? Ik kan het wel even laten zien. Ga jij je klaarzetten? Ja, het is een reconstructie van hoe een auditie normaal bij mij... Oké, ga jij alvast je klaarmaken. Erik, waar gaat jouw volgende werk over? Mijn volgende werk gaat over... salafisme, jihadisme, terrorisme, politiek, politiegeweld, etnisch profilering, corruptie bij grote stedelijke bouwprojecten. Het wordt een zesdelige serie, een vervolgserie. Het heet The Nation. Een soort Netflix-serie, maar dan in het theater. En waar kunnen we Race nog zien? Race kunnen we in heel het land zien. Vanavond staat in Delft, morgen in Roosendaal. Het speelt al half januari door heel Nederland. Sahil, take it away. Oké. Oh god, ik ben zo zenuwachtig. Fuck. Ik heb tientallen audities gehad. Waarom voel ik me niet op mijn gemak? Sta ik weer in deze auditieruimte.
Nassim, hey. Sabri. Sab. Majid. God, ik ken jullie allemaal. Jezus, dat kan toch niet? Oh, Nederlander. Hey, hey. Kom je ook voor de rol van Rashid de drugsdealer? Nee. Erik de Tovenaar. Drugsdealer. Fuck man, ik wil ook tovenaar zijn. Zal je... Ja. Oké, mijn beurt? Oké. Goedendag, heren. Fuck, veel te vrolijk. Oké, kut. Onthoud ze heel. Zoek crimineel. Mag ik beginnen? Ja, oké. Hey, luister, als jij die tas niet geeft, dan... Meer straat? Ja, nee, zeker. Zeker. Luister, Mattie, geef die fucking tas, man. Dan... Accentje. Ja. Nee, komt goed. Je moet gewoon die tas geven. Nu, ik wil nu die tas hebben. Anne, Brabants. Nee? Marokkaans. Agressief? Dat is, oh, hetzelfde. Oké. Okay. Luister, Mattie, geef nu die fucking tas, ja? Begreep me? Ja? Ja, goed? Goed? Oh, chill. Ja, nee, is goed. Een maand later werd ik gebeld. Was niet goed genoeg. Komt te lief over. En ik snap het wel, hoor. Als acteur moet je van alles kunnen spelen. Maar nodig me dan ook voor van alles uit. Kijk, Rashid de drugsdealer, die is er gewoon. Maar wanneer is het tijd voor Rashid de tovenaar? Ja, dankjewel Sahil en dank al mijn gasten vandaag. Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Maan. Kijk voor meer verhalen op onze website en Facebook. Mooi weekend allemaal. NTR, speciaal voor iedereen.